Hallo dames en heren, welkom bij No Limits aflevering 25 alweer. Het gaat toch snel, we hebben toch al een heel aantal achtbaantjes bereden en beoordeeld. Vandaag aflevering 25 en een mapje 25 hebben we ook weer 3 achtbaan om te beoordelen. Rumbler, Thriller en Time Bandit. Ik ben heel erg benieuwd. Laten we gewoon gelijk starten met Trumbler. En Trumbler is geladen. Voor de nieuwe mensen van deze serie, ik zal even uitleggen op wat ik achtbaantjes beoordeel. Dat is op een aantal puntjes, namelijk de realiteit. Om te beginnen, volgens mij is het zelfs een dueling coaster. Ja, twee versies is een dueling coaster. Ik beoordeel op de realiteit, op het idee, originaliteit en... ja, ook op de omgeving. In dit geval is er geen omgeving. Beetje jammer. Maar ja, we moeten het er maar mee doen. Wij zijn de zwarte karretjes. Ik zet het ding eigenlijk verkeerd. Ik denk dat ik hem even hier moet zetten ofzo, want mijn webcam dan staat er alles voor. Ik kan het hieronder zetten, dan staat het zeker in beeld. En we gaan naar onder, dames en heren. Met 100 km per uur, nog over de 100 zelfs. Wij pakken de binnenbocht. Ja, oh nee, ze halen ze toch in. Wauw, dit is wel heel erg vet gemaakt. De baan gaat over elkaar heen, super vet ontwerpen. We hebben echt heel goede speed. Hier in het midden kon wel iets van water of zo gedaan worden. Ik zie dat het andere treintje nu wel verder achter zit. Maar dat is alleen maar goed, want wij willen winnen. Maar de speed, jongens, is picobello en de realiteit ook al. Het is een dueling coaster en het is altijd leuk om te zien en te doen. En een houten achtbaan is ook altijd leuk. Ik kijk wel altijd naar de baan, het baantype. Ik vind houten achtbaan persoonlijk altijd leuk om te doen. En we schieten al in de remmen en in één keer staan we aan de andere kant, jongens. We staan nu gewoon aan de andere kant van van het station. We zijn aan die kant gestart en nu staan we hier. Volgens mij is dat een fout van de maker, want normaal gezien zouden we moeten starten of ja, eindigen aan dezelfde kant. We starten de walkview hier op de trap. En ja, ik vind het wel raar dat het gele karretje nu hier stopt in plaats van hier en dit karretje daar in plaats van daar. Maar ja, de baan, daar gaat het eventjes om. Niet om dat foutje, of als er überhaupt een fout is, weet ik niet. Hoogte is best hoog, je gaat dan ook steil naar onder. Kijk, ze vertrekken nu niet meer samen zelfs, dat is ook wel stom. Hier, het was een moment, precies. Of als, kijk, hier zat een rem in de baan. Dat vind ik jammer, want ja, de karretjes komen dus eigenlijk niet meer gelijk aan. Dat is heel erg stom. Maar de baan, jongens, die zag er echt heel erg mooi uit. Ik vind ook die constructie van een houten achtbaan altijd super mooi. Want die grote houten constructies, daar ben ik toch altijd, dat vind ik altijd super. De volgende achtbaan van aflevering 25. Deze is goedgekeurd al. Maar ja, een punt. Laten we het een 7 op 10 geven. Dat is mijn punt. Jullie mogen jullie eigen punt achterlaten in de comments. Goed, volgende achtbaan van deze aflevering is Thriller. En Thriller is geladen. Ik denk dat dit wel een stalen achtbaan is, inderdaad. Het is een achtbaantje met, ik zie hier een looping in, maar dat is een heel rare looping. Hij gaat echt heel raar, er zijn meerdere loopings in gemaakt, zie ik. Hij gaat eigenlijk omhoog, zoals een Olympia looping, onder andere. Dat kennen jullie wel denk ik uit Duitsland, een Duitse kermisattractie. Gaat ook zo omhoog, op dezelfde manier. Maar alleen is dat de baan en zo wel anders, maar dat, ja... Oké, okay. Oh de speed. Oh, de speed gaat hier een hoekje. We gaan naar onder. We gaan in de eerste looping. We gaan verder met de tweede looping. We midden twee loopings op onze broek, aan onze broek hangen. Wat remmetjes. En we gaan weer naar onder storten. Gevolgd door niet een looping. Ik dacht dat we meer in komen. We komen wel heel kort langs die looping af. En hier ook heel kort weer de baan. We gaan nu wel in de rode looping. Met zoiets van 70 km per uur. We zien dat de GeForce rood kleur, maar ja, dat is normaal bij loopings. Gaat de GeForce nog meestal in het rood. We gaan naar de nieuwe looping, de rode ja, looping met een draai erin om zo te zeggen. We maken nog een mooie laatste bocht.
Nee, nog niet de laatste bocht. Krijgen we weer een stukje remmen. Er komt een nieuw karretje boven ons naar boven. We maken nu wel de laatste stuk van deze baan. En we schieten hier in de final remmen. Wat ik op deze achtbaan te zeggen heb, is niks negatiefs. Ook, ja, positief alles. Ik vind alleen dit een beetje raar. Ik vind alleen, ja, de ondersteuning is custom. Dat zie ik dat die custom is gemaakt. Volgens mij, aangezien die recht doorgaat, deze ook. Die loopings zijn allemaal, ja, dat is groot. Ik bedoel, ja, de witte is groter dan de zwarte. Nu, het is denk ik iets of wat gebaseerd op Olympia looping. Die remmen staan ook allemaal boven elkaar. Ze zijn ook allemaal schuin. En er is wel degelijk gebruik gemaakt van custom ondersteuning. Voor de rest, er is niks negatief op te merken. Alleen om, ja, omgeving. Capaciteit zou goed zijn. Maar dit is eigenlijk volgens mij een soort van kurkentrekker dit. Soort van, maar het is een looping. Ja. Goed, thriller. Ik had het iets spannender verwacht. Eerlijk gezegd, maar het geeft ook een 7. De laatste achtbaan van deze aflevering is Time Bandit. Heel erg benieuwd. Als deze achtbaan deze twee kan overheersen. En ik kreeg zo net inderdaad een foutmelding van het grasdetail wat niet gevonden is. Dus wij hebben helaas een witte ondergrond. Zoals je inderdaad hier ziet. We zitten in een spinning coaster, dames en heren. Dat is wel een tijdje geleden volgens mij dat we nog een spinning coaster hebben gedaan. Deze staat, dit baantype staat onder andere, het eerste waarmee in mijn hoop om Bobbejaanland staat, dit soort karretjes. In Toverland staat ook een achtbaan. De wervelwind en we spinnen inderdaad al rondjes. Oh, ik vergeet de speed. Chips. Ik zet het even hier snel nog. Daarbij, ik vergat het. Ik was zo nog aan het zeggen van ja, doe het op tijd. Maar trouwens, ik ben het nog vergeten, helaas. Maar goed, we krijgen nu een soort van Wild Mouse ideetje. We gaan toch met 20, ja, 19 km per uur maken we dit. Dan gaan we door dit stukje heen. We zitten al aan 20. We gaan nog wat sneller. We krijgen wat remmetjes. En we gaan weer naar onder. Heel erg leuke baan. Ja, dat spinnen, dat maakt het leuk, hè. Maar je ziet dus eigenlijk wel niks van de baan. Maar op zich, spinning coasters zijn altijd wel leuk. Daar ben ik wel voor zorgen. Oh ja, voor Thaiseland zit ook een spinning coaster met dit soort karretjes. De Winya Force, denk ik, uit mijn hoofd. Ik ben daar niet zeker van. Ik ben er maar één keer van Thaiseland geweest. In de afgelopen zomervakantie. En het is voor het eerst dat ik die coasters heb gedaan daar. Vond ik ze slecht? Helemaal niet. Het van Thaiseland is echt een toppark. In mijn ogen dan. We zitten in de remmen, we worden recht gedraaid inderdaad. En we zijn weer in het station, jongens. Even kijken hoe deze karretjes eruit zien. Kijk, dit zijn ze. De karretjes van de Dis onder andere zijn gewoon precies hetzelfde. Alleen heeft Dis allemaal van die speciale tintjes erop. En je ziet ook, waarschijnlijk komt er daar weer een karretje aan. En vertrekt dit. Kijk, dit karretje gaat vertrekken. Hopla. En dan komt hier onmiddellijk een nieuw karretje aan. Je ziet ook dat hier onmiddellijk dus het mechanisme wordt rechtgedraaid. Door middel van hier deze systeemdingen. Ik weet niet hoe precies in de werking gaat. Maar de baan, ik vind het jammer van het gras. Er is aan de omgeving gewerkt. Dit is de eerste arbeid met de omgeving. En er staat dus een groot bos. Het is in een binnenbos. Er gaan ook echt heel veel karretjes tegelijkertijd over deze baan. Maar dat is omdat het een redelijk lange baan is. En daar moet ook wel wat capaciteit in zitten, jongens. Ik vond het een geslaagde achtbaan. In mijn ogen is dit de winnaar van deze aflevering. Op de tweede plaats zet ik de houten achtbaan, Drumler. En helaas op de laatste plaats, Thriller. Ik vond hem niet slecht, Thriller. Alleen, Time Bandit was leuk. Maar Drumler was ook nog leuker dan Thriller. Omdat het een dueling coaster was. En vorige week hebben we volgens mij al een houten achtbaan laten winnen. Dat was die witte. Dus niet nog eens een keer een houten achtbaan. Zo gaat dat eigenlijk. Ja, in principe kunnen ze allebei winnen. Of ja, kunnen er twee keer hetzelfde soort achtbaan winnen. Maar dat doe ik niet. Ik laat de Time Bandit deze aflevering winnen. Omdat ik hem heel erg leuk vond. Ik vind spinning coasters gewoon leuk. Dames en heren, ik dank jullie voor het kijken naar deze aflevering van No Limits 2. Vond je het leuk? Doe dan nog even een blauw duimpje omhoog. En abonneer voor meer afleveringen van No Limits en van de andere series. Moest je die nog niet gezien hebben, kijk even in de beschrijving van alle afspeellijsten. En dan zou ik zeggen, geniet van deze fijne avond. En tot de volgende video. Later! We'll be right back.